Ook zo'n leuk en heel handig is Kahoot. Echt geweldig. Ik ken dit ook al jaren. En daar kan je gewoon heel veel dingen in oefenen, heel veel theorie. Laat eens bekijken. Login, maak een inlog voor docenten, maar ook leerlingen kunnen jezelf een Kahoot maken als ze elkaar willen overhoren of een heel leuk onderwerp hebben. Een hobby, en daar kunnen ze dan een quiz over maken. Het is een quizsite. Maar je moet oppassen, want sommige docenten die gebruiken dat als om een cijfer te geven. Nou, dat vind ik dan weer niet goed, want er zit een heel groot gokelement in. Nou, daar heb ik een aantal Kahoots gemaakt. Dan kan je daar zelf quizzen samenstellen die je elkaar kan geven. En de mensen die de quizzen spelen, dus de leerlingen zeg maar, die loggen op hun device, op hun apparaat in, of op hun iPhone of op hun whatever, kunnen ze inloggen en dan kunnen ze die quiz spelen. Dat is heel leuk. Goed, je kan het zelf ook maken over onderwerpen die je zelf leuk vindt, maar er zijn ook heel veel Kahoots van andere mensen, meestal in het Engels. Find me a Kahoot. Nou, dat is in het voortgezet natuurlijk geen probleem meer. Leerlingen begrijpen Engels heel erg goed. Schrijven enzovoort, dat wil dan niet zo, maar dat gaat ook steeds beter. Maar. Nou ja, heel veel Kahoots. Zeker in het HAVO en het VWO-gebied is dit waarschijnlijk heel erg populair om zelf Kahoots te maken over sport, over muziek, over andere hobby's en dan een quiz te maken. Kahoot. Oké, groetjes.